We zijn hier niet om te praten over het bijzondere van deze school. We zijn hier om te praten met de docent waar ik nu naartoe loop. Ah, ja? Jij bent Mark Mulder. Hoi. Ja. Goeiedag. Mark, leuk dat wij hier mogen komen op de werkplaats. Mm-hmm. En eerst even iets over jou. Welk vak geef jij? Ik geef hier wiskunde op de werkplaats. Ah, je geeft wiskunde. En aan welke jaren geef je wiskunde? Voornamelijk aan de eerste en tweede klas HAVO VWO. Oké. Okay. Ja. Nou, wij zijn hier vanwege het DWO. Ja. DWO. Waar staat DWO eigenlijk voor? DWO is de afkorting voor digitale wiskundeomgeving. Oké, digitale wiskundeomgeving. En wat houdt dat in? Digitale wiskundeomgeving? Digitale wiskundeomgeving, dat is een elektronische leeromgeving die ontwikkeld is door het Freudenthal Instituut in Utrecht. En het is eigenlijk een leeromgeving specifiek voor de wiskunde. Oké, niet voor andere vakken, specifiek voor wiskunde. Specifiek voor wiskunde. En jij hebt daar veel ervaring mee. Jij gebruikt dat veel? Ik gebruik het veel in mijn lessen, ja. En gebruik je het in al jouw klassen? Of? Ik gebruik het eigenlijk in al mijn klassen, ja. In zowel de eerste als de tweede klas. Ja. Oké. Okay. En hoe gebruik je dat dan? Gebruik je het als toetsmiddel of misschien wel als uitlegmiddel ook? Of hoe gebruik jij DWO in je lessen? Ik gebruik hem eigenlijk op veel verschillende manieren. Inderdaad als toetsmiddel, al doe ik daar nu alleen nog diagnostische toetsen mee. Juist. De echte toetsen die meetellen doe ik nog op papier. Ik gebruik het ook als middel waarin ze dingen kunnen oefenen. Gewoon oefenopgaven. Ja. Dus en ook voor de verwerking zo? Voor de verwerking eigenlijk. Ja. En ook dingen zelf leren, zelf uitvinden met die digitale wiskundeomgeving. Oh ja, maar staan daar dan ook uitlegfilmpjes bij? Er staan geen filmpjes bij. Dat is helaas niet mogelijk om op de DWO te zetten. Okay. Maar wel in tekst uitleg. Ja, oh, in tekst uitleg. Afbeeldingen. Ja. En heb je dan het idee dat soms voor leerlingen genoeg is? Alleen een uitleg via de tekst? Dus dat jij zegt van, tijdens de les van, dit stukje ga ik niet uitleggen, want dat doen jullie straks op de DWO. Dat kunnen jullie zelf uitvogelen. Ja, voor specifieke onderwerpen wel. Sommige onderwerpen moet je daar niet aan beginnen, maar andere onderwerpen kan dat prima. Oké, en waarom kan je daar bij specifieke onderwerpen niet mee beginnen? Dat sommige onderwerpen denk ik toch dat het echt de uitleg van een docent daar wel heel fijn voor is. Zeker voor het grootste deel van de leerlingen. Ja. Sommige leerlingen zullen die onderwerpen wel zo kunnen doen met alleen maar textuele uitleg. Maar anderen moet je daar veel meer in begeleiden. Ja, maar het is ook niet interactief. Of is het wel interactief? Dat je ook... Nee, het is eigenlijk niet interactief. Nee. Dus je krijgt wel een beetje feedback op of wat je doet, of dat goed is of niet. Maar meer dan dat eigenlijk niet. Ja. Dus die interactie die heb je natuurlijk nodig met de docent. En die heb je dan niet met het programma. Ja. Exact. En je zegt van, ik heb nog wel papieren toetsen. Ja. En ik heb toetsen voor de DWO. Want waarom hebben jullie nu allebei dan nog? Eigenlijk omdat ik ervan overtuigd ben dat je wiskunde het beste op papier kan toetsen. En dat het digitaal toetsen van wiskunde toch wel erg lastig is. Ook omdat die DWO nogal streng kan zijn op bijvoorbeeld wel of niet een hoofdletter gebruiken. Ja, de semantiek, Precies. Ja. Ja. Oh ja, en kan de DWO dat ook? Dat je de stapjes die je regelmatig opschrijft in de wiskunde, dat je die volgt in het programma? Ja, dat kan ook. Oh, dat kan die wel, alleen dan daarmee is natuurlijk de semantiek ook weer heel erg belangrijk. Wat is het grote voordeel van DWO, om te werken op een middelbare school met DWO? Nou, aan de DWO zitten een aantal voordelen die sowieso aan een elektronische leeromgeving zitten. Een van de grote voordelen is dat je in de DWO geogebruik kan gebruiken. En op die manier heel makkelijk en snel allemaal grafieken en ruimtefiguren en zo tevoorschijn kan toveren. Waar je op papier gewoon veel en veel langer mee bezig bent. En niet alleen als docent kan je dat in je opgave sneller, maar leerlingen kunnen dat ook veel sneller. En op die manier ook veel meer eigenschappen van die ruimtefiguren en die grafieken onderzoeken eigenlijk. Ja. Doordat ze zo snel getoond worden. Daarnaast is een groot voordeel dat je bij de DWO directe feedback krijgt of je een opgave goed of niet goed hebt gedaan.
Ja. Als je op papier werkt, dan moet je als leerling eerst nog je werk gaan nakijken. En mijn ervaring is dat dat soms niet eens gebeurt. En als het wel gebeurt, dat het is van, oh ja, het is goed of het is fout, maar verder kijken ze er niet naar. Ja. En bij de DWO kan je ook echt instellen dat de opgave goed gemaakt moet worden voordat ze naar de volgende opgave kunnen. Dus dan moeten leerlingen ook echt... Er zit een blokkade, zeg maar, dan in. Ja. Ja, exact. En dan moeten leerlingen echt goed kijken van, oké, ja, wat is nou het goede antwoord? Hoe kom ik daarop? Waarom is dit antwoord wat ik heb fout? Ja. Dus dat vind ik een heel groot voordeel. En daarnaast vind ik een heel groot voordeel dat je met de DWO heel veel oefenmateriaal hebt. Dus wat je onder andere als docent kan doen, is je kan verschillende modules kan je zelf maken of andere modules aanpassen. En je kan onder andere als je bezig bent bijvoorbeeld met lineaire vergelijkingen, kan je hier en daar wat parameters instellen, wat random waardes, die de DWO gewoon op het moment dat een leerling een opgave maakt, zelf invult. Waardoor je iedere keer weer een andere lineaire vergelijking hebt. Weliswaar van dezelfde vorm, maar we weten ook, als je in de onderbouw zeker, als je hem eenmaal met andere getallen ook kan, dan heb je eigenlijk door hoe je zo'n vergelijking oplost. Ja. Dus je hebt oneindig oefenmateriaal. Ja, je hebt ontzettend veel oefenmateriaal. Dus een heel groot ander voordeel, hoor ik, is dat je dus zelf ook oefenmateriaal kunt maken en aanpassen van wat er al is. Dus dat is een ander heel groot voordeel. Ja, ja, ja. En je kan ook heel goed kijken wat leerlingen invullen. Dus je ziet hoeveel pogingen een leerling heeft gedaan voordat hij op het juiste antwoord komt. Hoe lang die daarover heeft gedaan. Ja. Welke pogingen dat waren. Ja, dus jij gaat inloggen en je ziet van jouw klas. Mm-hmm. Zie jij eigenlijk welke leerling wat heeft gemaakt. En hoe goed die dat heeft gemaakt. Exact. En ook nog eens een keer hoeveel pogingen daarbij. Ja, en ik kan de precieze antwoorden die die leerling heeft gegeven, die kan ik allemaal bekijken. Ja. En daar dus ook als docent vervolgens weer feedback op gaan geven. Oh, dat is mooi. En jij geeft, daar kan je dus ook cijfers aan koppelen, maar dat hoeft eventueel niet. Exact. Dat mag je zelf doen. Nou, dat klinkt wel heel erg mooi allemaal. Dat brengt me gelijk tot de volgende vraag. Zijn er dan eigenlijk ook wel nadelen te bedenken bij die DWO? Ja, een van de grootste nadelen die ik zelf zie in de DWO, maar dat is eigenlijk bij alle elektronische leeromgevingen denk ik wel het geval, is dat die heel slecht geschikt is voor open vragen. Dus leg eens wat uit. Ja, dat kan een computer niet zo goed nakijken. Ja. Ja. En het is zelfs zo dat de DWO heel erg streng is op wel of niet een hoofdletter gebruiken. Ja. Ja. Ja, als er bijvoorbeeld wordt gevraagd van wat is de variabele in deze formule. Ja. En je vult x in, maar x met een hoofdletter in plaats van een kleine letter, rekent die dat gewoon fout. Ja. Okay. Dus dat is wel een groot nadeel. Dat is een groot nadeel, ik hoor het, ja. Weet jij of eigenlijk heel veel middelbare scholen hiermee werken? Werken alle middelbare scholen in Nederland hiermee? Zeker niet alle middelbare scholen. En onder andere ook omdat je een abonnement nodig hebt om de DWO te kunnen gebruiken. Juist. Tenminste om veel van de functionaliteit van de DWO te gebruiken. Want kun je... Je kan het ook gratis gebruiken inderdaad. Maar dan kan je eigenlijk alleen maar de modules gebruiken die al door het Freudenthal Instituut zelf zijn ontwikkeld. En daar kan je niets in aanpassen. Ja. Je kan ook niet zelf modules maken. En je kan ook als docent niet zien wat je leerlingen hebben gedaan. Ja. Dus eigenlijk al die mooie functionaliteiten die juist zo gaaf zijn aan de DWO, kun je dan niet gebruiken. Oké.